eindelijk zover. De E3 gaat beginnen. De deuren gaan open en de mensen zijn aan het toestromen. Wij gaan natuurlijk straks gewoon zelf de beursvloer op. Maar eerst gaan we bij de Nintendo persconferentie langs. De Nintendo persconferentie gehad en dat was echt voor mij een 10 uit 10. Niet alleen waren er een aantal hele toffe games, vooral de Wii line-up was natuurlijk gewoon goed. Er zaten echt een aantal mooie nieuwe games voor het einde van het jaar bij. Maar het hoogtepunt van de show is de Nintendo 3DS. En we zijn meteen weggevoerd na de persconferentie naar een apart kamertje waar we dus nu in staan. En daar hebben we met de 3DS kunnen spelen. En ik moet zeggen, ik ben echt onder de indruk. Ik vraag me zelfs een beetje af, waarom heeft niemand dit eerder bedacht? Waarom is iedereen met die brilletjes bezig? Want zonder brilletje kan het ook. Je hebt namelijk op de Nintendo 3DS een slidertje zitten. Je zit aan de zijkant van het scherm, van het bovenste scherm. En daarmee kun je het 3D-effect instellen. En ja, dat werkt wel heel goed. Je hebt een klein 3D-effect. En bijvoorbeeld bij Resident Evil, daar hadden we een trailer van. En daar kon je met de slider kon je een beetje bijstellen, zodat je het ook echt scherp kreeg. Dan was het gewoon de positie van je hoofd ten opzichte van het scherm. Die is natuurlijk sowieso belangrijk. Je moet er recht voor zitten. Maar die kon je nog weer net wat bijstellen. En dat was wel, vond ik zelf heel handig. Want ik heb met die brilletjes, dan moet je er wel heel goed precies voor staan. En ik vind dat lastig. En verder hebben we de trailer van Kid Icarus gezien. Zoals we die ook op de show zelf zagen. Maar dan in 3D. En dat gaf ook wel een aantal hele speciale effecten. Vooral bijvoorbeeld de laserstralen die op een gegeven moment komen. Die dan echt je scherm inschieten. Je hebt ook meer diepte wat je kunt zien. En dat ziet er wel heel goed uit. Ik denk dat het ongeveer gelijkwaardig is aan de Wii. Maar dan met 3D. Het is alleen wel echt jammer dat Gerard er niet is. Want ja, hij houdt ook zo erg van 3D games. De Westhol, hier is het zoals je ziet al gezellig druk. Sony, Nintendo en Capcom tonen hier hun games. Morgen gaat Jelle de South Hall verkennen. En het enige wat ik me nu nog afvraag is, zou Gerard ook iets leuks aan het spelen zijn?